Zo. Deze scooter wil ik inruilen voor een. Het is vandaag maandag en leuk dat je dus kijkt naar deze week vlog. Mijn knal is over naar beneden, want ik heb gezien dat mijn begeleiding is geweest. Ik heb gezien, want de wc-deur beneden gaat open. Dus vandaar. Dus ik ga even kijken. Ik hoop ook niet dat mijn huisgenoot zo thuis komt. Ik ben nog net pas eigenlijk thuis. Maar ik heb ook een lange werkdag gehad vandaag, omdat het even wat moest gebeuren op het werk. Dus vandaar. Even kijken of ik één gat heb, ja of nee. Ja, heb ik. Mooi. Dan kan ik woensdag eten halen. Nu hoef ik eigenlijk vandaag en morgen nog geen eten te halen voor het avondeten, bedoel ik. Ja, maar ik heb wel een goede werkdag gehad, alleen het was even een rotzooitje weer, want ik moest even wat opruimen. Daar ben ik ook nog wel water thuis, maar dat maakt niet uit. Jullie hebben in het straks gezien dat het wel hoog water staat. Nou, dat is dus het fietspad waar ik dus overheen rij. Het ligt aan een, loopt door een natuurgebied heen. Dus het ligt aan de Rijn, dus het ja, is nu hoog water. Dus dan loopt het in de uiterwaarden in. Dus dat heb ik gezien en het, gelukkig is het niet zo erg, dus het valt nog wel mee. Maar we wachten het allemaal af of het nou straks echt onder water gaat staan. Maar goed, helemaal morgen onder water staat. Dat verwachten ze wel. Het is vandaag dinsdag. Ik ben net even langs de bromfietszaak geweest waar ik deze scooter die ik heb gekocht heb. Ik heb alle nieuwe bromfiets in de kunnen krijgen of kunnen regelen. Het is niet dat ik hem nieuw gekocht heb, maar ik bedoel wel een deal. Deze scooter wil ik ingeruilen voor een bromfiets. Nou, nu is het zo, ik heb hetzelfde model daar gezien bij hun. En, maar wel een andere kleur grijs. Weet je dat donkere? Het staat binnen, dus het leek donker. Dus weet je dat donkere grijs? Dit is licht grijs wat ik heb. Zilvergrijs. Kijk, mijn zaal is er nou open. Maar het is eigenlijk in principe dit model, Agility 50. Alleen dan een kleur donkergrijs. Dus ja. Maar hij heeft wel gekeken net naar de staat van de scooter. Schade op de spiegel. Hij zegt dat is niet zo'n probleem. Maar, bijvoorbeeld, uitlaat. Dus een scooter van 2017. Dus een uitlaat. De uitlaat. Die voetsteun. Dat is ook een schipschade. Maar dat komt ook door het ongeluk van 2019 hoor. Want de scooter heeft gedeeltelijk aan die kant ook in de prikkeldraad gelegen. Dus waarschijnlijk is het daardoor dus ja, dan gewoon stuk gegaan. Want dat kan niet anders. Deal heb ik gekregen. Nieuwe scooter kost eigenlijk 2048 euro of 2050 euro. Maar dat komt omdat er ja, wat aanpassingen zijn tegenwoordig om de motoren zuiniger te maken. Daardoor is het ook wat duurder waarschijnlijk. Ook is het het verkoopprijs wat ze hier voor deze scooter dan van mij gaan bieden is 550 euro. Ik hoef maar 1550 euro zelf bij te betalen. Het is vandaag woensdag. Ik had gisteren aan jullie verteld dat ik ben gisteren naar de bromfietszaak ben geweest om het een en ander te regelen, informatie in te winnen over scooter en ruilen. Nou, jullie weten ook dat ik gisteren had verteld dat ik een nieuwe scooter uit heb gekozen, op het oog heb. Ja, wel hetzelfde model wat ik nu had, had ik gisteren ook verteld en laat ik zien. Alleen een andere kleur, iets donkerder grijs. Maar dat is geen probleem. Het is wel origineel bromfiets. Dus het hoeft niet heel veel aangepast te worden. Zoals nu wat ik nu heb is een snoer. Dan moest de snelheid aangepast worden. De scooter die nu in de winkel staat is eigenlijk al gewoon op 45 begrensd. Dus in principe is hij gewoon. Dan kan hij zeg maar als ik volgende week hem gekocht heb. En die oude scooter erin heb gehad. Dan kan een, wordt die nieuwe scooter klaargemaakt. En dan wordt hij al een paar dagen later weer aangeboden als op de keuring. En dan kan ik hem waarschijnlijk ophalen. Dezelfde week waarschijnlijk. Waarom ik eigenlijk van snor naar bromstap is,
volgend jaar wil een gratis schijnlukte in juli de helmplicht in voor de snorfiets of de en de snorscooters. Omdat er een of andere idioot in de Tweede Kamer dat wilt, dat besloten heeft. Want om de verkeersdoden terug te dringen. Diegene rijdt zelf echt geen snorfiets, geen snorscooter. Mag die best even voor degene gaan om. Want eigenlijk niet voor een tijdje, maar voor echt een hele lange tijd. Dan weet je precies wat wij ervaren. Ja, dan kan je zelf zien dat de fietsers hetzelfde het probleem zijn en niet wij. Maar goed, dus daarom raak ik mijn snorscooter in voor een bromfiets. Omdat ik gewoon snorscooter daarvoor een helmplicht voor nodig is, vind ik een beetje onzin. Want zo gevaarlijk is het niet. Het is vandaag zaterdag. Ik ben me klaar aan het maken eigenlijk om naar mijn ouders te gaan. Niet voor weekend hoor, maar
Vandaag ga ik met mijn moeder even naar mijn oma toe. En toen dacht ik van, dat laat ik eens een keer doen, want dat is ook een keer leuk als ik even naar mijn oma ga. Alleen de tekeningen van de nieuwbouwappartement kan ik niet meenemen naar haar. Omdat, jullie weten, ze is dementie. En is ze niet meer heel erg helder geest nu. Daardoor kan ze dus ook eigenlijk tekeningen niet lezen meer. Omdat ze het gewoon eigenlijk werkelijk gewoon niet snapt. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar ja, het is helemaal zo. Ik ga dus zo naar mijn ouders. Nog even met mijn oude scooter er nog heen. Hè? Die ik dus al van binnenkort in wil gaan ruilen. De laatste paar kilometers rijden met deze scooter. En dan ga ik hem in gaan ruilen. Dus dat is, ja. Wanneer ik dat ga doen, dat weet ik nog niet. Ik zit hier in mijn auto even bij mijn werk. Te wachten op mijn moeder. Want die is even wat genade voor mijn oma als dekkers. Zeg maar, want we zouden eerst natuurlijk met mijn oma even uit eten gaan, maar we kunnen niet weg met mijn oma, omdat mijn oma een pakketje verwacht. En ik moet de motor even draaien, omdat de airco aan wil houden, anders is het gewoon niet lekker. Ja, we zitten lekker op mijn werk te wachten. Gelukkig hoef ik niet te werken vandaag natuurlijk, want ik ben altijd op zaterdag vrij. Maar als ik zie hoe druk het is nu, ben ik blij dat ik echt nooit op zaterdag hoef te werken. Echt niet. Het is gewoon altijd... op vrijdag al heel erg druk. Dan ben ik blij dat ik zaterdag niet hoef te werken. Want meestal hoor ik verhalen, dan is het echt stervend druk. Gewoon niet normaal. Hier werk ik dus. Ja, als jullie het maar willen zien, kunnen hier naartoe. Ik ben wel eens ook herkend op mijn werk. Maar kijk, hier werk ik dus. Ik ben al eens een keer eerder herkend op mijn werk. Dat zo, ik was een keer aan het werk en op een gegeven moment kwam er een moeder van een jochie naar me toe. Van ja, mijn zoon zegt dat hij jou herkent van je vlogs, want hij kijkt jouw vlogs. Klopt dat? En dan zei ik ja, dat klopt. Echt heel leuk was dat, dat ik een keer herkend ben. Al door een moeder van een jochie. Een tijdje later werd het zeg maar verspreid in de rest van Renken wat ik vlog en zo. Toen werd het verteld en er waren er ook een paar die... Een paar meiden, zeg maar, die naar me toe kwamen, die zeiden altijd: hey, Miranda, hey, vlogger, weet je, zo leuk is dat. Omdat ik herkend te worden, weet je, en heel veel collega's weten ook hier op mijn werk dat ik gewoon vlog, weet je. En er zijn ook een paar die mijn vlogs kijken, en, of sommigen die gekeken hebben, en dat is wel leuk. Maar 30 punten moet u opkomen. 5, 9, 14, 20, 20. Nee, dan mag ik eentje pakken dan. Zo. Ja? Oh ja, is goed. Nee, volgen kan ik niet. Dan mag ik. Nou, kijk. Dan mag Miranda. Maar ik kan niet, maar ik bestend je wel. Nee, verder kan ik niet. Nou, ik ook niet. Nou, Miranda. Ik kijk het. Is dat 30? Als meer dan 30. Wacht even, mama. Is Miranda nog even? Nou, meer kan je niet. Nee. Dan moet ik. Nou mag mama. Oma bedoel ik. Zo goed, hè? Ja, dat is goed. Nou mag jij. Mag ik nou? Zal ik maar even pakken? Ik kan niet. Het is alweer een tijdje dat ik hier in Wageningen ben. We hebben het gezellig gehad met mijn oma. Alleen ik merkte wel, mijn moeder vroeg ook aan mij. Van ja, hoe vond je oma? Ja, oma is niet goed. Niet zeg maar. Die gaat steeds verder achteruit met haar dementie. Ze gaat steeds veel meer dementeren. Dus dat is helemaal zo. Het is niet anders. Het is ook ja, een soort hersenziekte. Hè? Dus dan die persoon... De hersenen worden aangetast, bepaalde gedeeltes in de hersenen. Maar mijn oma kreeg dus die drinkyoghurt en dat bordje met vier stukken haring. Die wou dat dus niet eten op het moment dat ze dus het kreeg. En we moesten er wel een beetje streng voor zijn. Het is eigenlijk in het echt te vergelijken met een klein kind. Weet je, iemand met dementie gaat kind worden. Gaat. Wat weet ik in principe, een klein kind in een lijf van een oud persoon. In een lijf van een oude persoon. Dat is het wat ik merk. Want je merkt het waarschijnlijk zelf ook. Sommige kleine kinderen willen niet alles eten. Of weigeren iets te eten of te drinken. Nou, dat is dus bij mijn oma dus precies hetzelfde.
als hij wat drinken krijgt of wat te eten, dan gaat ze er eigenlijk omheen draaien en dan wil ze voor alles gaan doen. Dat had ze vanmiddag dus ook. En dat is eigenlijk wat je merkt. Dat ze dus weer kind wordt en dat ze dus niet dingen wilt eten zoals het hoort te zijn. Want ja, wij weten gewoon als je wat eten krijgt, dat je dat op moet eten. Hoort te eten. En niet hoort te laten staan. Het is lastig, je moet er streng voor zijn. Want we waren er ook streng voor. We zeiden, ja, we willen dat je het alsnog opgeeft. Ga maar lekker eten. Zo zeiden we het. En, maar ook drinken wou ze niet. Ze zeiden, ja, maar wij willen dat u dit opdrinkt waar wij bij zijn. En uiteindelijk deed ze dat ook wel. Ze ging ook uiteindelijk wel eten, maar je moet er gewoon streng voor zijn. Nou, ik zie een beetje oranje eruit. Ik snap het niet. Ik ben niet een sinaasappel geworden. Ik ga vanaf hier eventjes mijn brokken en werkpolen. Dan mogen we namelijk niet in het droog. Ja. Het is best lastig om met een huisgenoot in huis te zitten en hier te vloggen. Het is best wel lastig. Maar goed, tot nu toe is het een paar keer goed gegaan. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik aan het vloggen was dat ik nee kwam. Dat is niet grappig. Ze vindt, ja, dan mag ik niet vloggen. Ook. Het licht doet gek. Het zo wil. Maar ja, potverdorie. Rotdroger, echt waar. Schrikken. Dat telt me op tijd. Piep ding. Ah. Wat kreng doet dan maar gewoon. Ah. Zo van mij. Die dus mee naar boven. Die broek en die polo van mijn werk. Vanavond dus lekker de ettensoep op. Dat is even lekker, want dat had ik echt even nodig. Ik had vanavond dan geen trek om eigenlijk goed te eten. Maar en ik had niet zoveel zin om uitgebreid te koken. Dus ik dacht, nou, dan neem ik een lekkere soepje mee. En naar beneden, dan ga ik dat maar opeten. Ik gedaan. Dus, soms heb je dat, dat je niet zoveel zin hebt of om te koken of dat je niet zoveel trek hebt. Dat kan wel eens gebeuren. Nou, dat had ik dus. Dat was best wel vervelend. Maar ja, dat komt wel eens. Dat gebeurt wel eens. En dat hou je niet tegen. Even mijn gordijnen. Dan zou ik nog puttenkijkers. Moeten we niet hebben. Ik ga straks ook weer lekker slapen naar bed. Want ik wil gewoon een beetje op tijd naar bed. Want een beetje normaal ritme. Want... ja, als ik gewoon wel een beetje gewoon uitgerust wakker of uitgerust zijn voor volgende week het werken. Want volgende week heb ik een beetje een drukke week voor de boeg. Nou, ik sta hier buiten. Ik ga mijn scooter wassen. Het is vandaag ook zondag. Ik moet het natuurlijk schoonmaken. Dat ga ik zo ook doen. Eens wat ik maar even heb is mijn sleutel. Want dan kan ik het emmertje vullen met water zo. En ja, weet je... Het is wel zo fijn als je gewoon scooters hebben gewoon netjes inlevert schoon. Want anders ja, staat ook weer zo slordig. Dus dat is ook niet wat je wilt. Dus ik ga even de boel eruit halen. Emmertje met z'n met top. En dan tja, gaan we zo de scooters schoonmaken.
scooter is eigenlijk zo goed als schoon. Alleen wat ik nou nog moet doen is de buddywak. Dus daar ben ik nu dus mee bezig. Alleen ik wil even vuilniszak pakken voor de dingen die ik weg wil gooien. Dus ja. Dan is die scooter ook lekker schoon en dan kan ik hem dinsdag inruilen. En ja, dan maar even een paar dagen met de bus. Misschien probleem, want dan hoef ik maar 3 dagen met de bus. Woensdag, donderdag, vrijdag. Nu heb ik weekend. En dan is alles goed er in de tussentijd en die dagen misschien ook wel klaar zijn. Ik heb geen flauw idee, maar we zien het allemaal wel. Maar ja, de vorige keer is goed dat ik nu een schoonmaak geweest had. Toen ook 4 jaar geleden dat hij binnen 2 dagen klaar was. Dus ja, dat zal dat dan nu misschien ook zo zijn. Ik ga even naar beneden fles vullen met wat water. En wat limoen halen. Ik erin zitten. Maar ik krijg het echt hier flink te omweren. Ik keek net uit het raam. Dus ik had het gewoon donker nog een lucht in. Achter is ook zo slecht zien als ik buiten sta. Het regent toch nog niet, dus maar het is wel goed te zien. Niet normaal. Daar hangt echt de rommelt al een tijdje, maar ja, je ziet echt gewoon een flinke donkere achter. Niet normaal, joh. Het is gewoon een keer kouder buiten, maar het maakt niet uit. Maar als je goed kijkt, is jammer. Altijd lager brengen. Hoor maar. Hoe drommelt, jongens. Altijd ietsjes omhoog. Als ik de helderheid omlaag breng, zie je echt pas goed. Ik ga naar binnen. Flits. Oh god. Nee. Maar je ziet hoe donker het is. Het flitste. Dan ga ik maar naar binnen. Het flitste. Dan ga ik maar ook zo meteen heel snel douchen. En ja. Want het gaat straks om 10 uur, zag ik hier op aanraden dat het begint, straks begint, erger begint te regenen. Nou, ik hou mijn hart vast. Maar zo goed zo dan lekker snel douchen. Voordat het verder losbarst. En toen ik dacht in instantie van gisteren was het ook voorspeld dat het zou regenen. Is niet gebeurd. Dus ik dacht nou, helaas had dat niet zo zijn. Dus wel. Ik hoorde het al een lange tijd rommelen, weet je. En ik vond het ook in één keer in huis wat kouder, weet je. Dus ik dacht, dat betekent dat het toch echt onweer op komst is. Dat het al aan het afkoelen is daardoor. Het redt hier keihard. Niet normaal. Heeft papa de ramen dicht gedaan. Boven maakt het niet uit. Zitten we toch niet, maar de kamer waar mijn spullen op staan, het raam dicht en tegen het raam aan staat mijn eettafel in de doos. Daar heb ik geen zin in. Jezus, joh, moet je eens kijken. Dat is erg. Oh. Dat is echt erg. Nou, deze zit helemaal hier, dus dat kan ik kwaad, maar echt. Hoi, yo. Het is echt fucking erg. Het raar, echt erg dit, joh. Niet normaal. Kijk hoe het hier uitziet. Want die petje die van ons overloopt. Goedemorgen, man. Hallo. Gaat het hier goed? Volgens mij hoort wat. Zo. Het gaat goed nog, maar ja, ik weet niet voor hoe lang. Ik ga zo lekker naar bed. Zo. Al 11 uur 's avonds, maar dat maakt niet uit. Ik
weet niet hoe laat ik morgen moet beginnen. Dus het is een beetje gokken. Ik kan kiezen 9 uur of 9:30 of 10 uur. Maar aan de ene kant denk ik van, als ik nou gewoon om 9 uur begin, heb ik alle tijd om dingen te doen op mijn werk die ik moet doen. Maar aan de ene kant denk ik, dan ben ik anders weer veel te vroeg. Ik denk dat ik anders gewoon lekker om 10 uur morgen begin. En ja. Ja, en dinsdag natuurlijk mijn scooter inruilen. Dat heb ik dus vandaag gefixt qua schoonmaken van de scooter. Dus dat is ook wel weer fijn. Dan kan ik hem enigszins dinsdag gewoon relatief netjes inruilen. Dan, ja, heb ik dat ook weer gehad. Morgen moet ik 2 belangrijke telefoontjes verplegen. Vanwege 2 afspraken. Eentje moet ik maken, een afspraak. En een andere afspraak moet ik afzeggen of verzetten. Want ik heb zeg maar de tweede afspraak, zeg maar, voordat ik dat ik zeg maar naar de tandarts zou moeten, naar de mondhygiënist toe moet. 2 augustus, dus maandag zou ik om 1 uur er moeten zijn. Maar nu heb ik gezien dat mij er niet gaat lukken op maandag om 1 uur bij die tandarts te zijn, bij de mondhygiëniste. Dat betekent dus dat ik dus later moet. En dat betekent dus waarschijnlijk pas tegen 1 uur of 3, 4 smiddags. Want anders eerder kan ik gewoon niet. Dat is gewoon voor mij gewoon mogelijk. Ik ga zo lekker slapen. Ik wil jou dus bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet natuurlijk geen duim omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet je beneden op mijn kanaal te abonneren. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, doe dat dan zeker. Want je helpt er ontzettend mee. En ik zou het hartstikke leuk vinden ook. Laat uiteraard een leuke reactie achter. En ja, dan zie ik je de volgende keer bij een nieuwe weekvlog weer.